Welkom, welkom allemaal vandaag bij de eerste college tour van Schoonmaak in Nederland. Sinds 2018 is hij voorzitter van MKB Nederland en is de lobbyist voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Geef hem een hartelijk applaus. Hier is Jacco van Hof. Schoonmaakwerkers, als je het heel goed doet, is onzichtbaar en daar hebben we ook last van. Ja. Want uiteindelijk is het enige wat er nog zichtbaar is van onze dienstverlening is een factuur. En dan is het voor een klant heel makkelijk om te zeggen, ik heb hier een aanbieding die lager is dan de factuur. Dus als wij ons werk heel goed doen, worden we heel kwetsbaar voor concurrentie. Dat is heel raar. Ja. Maar waar het om gaat is, je moet gewoon soms in je hoofd echt een radicaal andere oplossing kiezen om uit te werken, om te zien of je daarmee dingen minder ingewikkeld maakt. Dat was ook mijn ambitie, ook oplossingen aandragen voor Nederland. Dus ondernemers zijn de oplossingsfabriek voor Nederland. Dus als je iets wil veranderen in dit land, ten goede, heb je daar ondernemers voor nodig. En omdat de echt grote spanning in de wereld, natuurlijk is daar een oorlog op de grond aan de gang heel erg, maar het echte probleem wat op dit moment speelt is de strijd tussen Amerika en China. Geopolitiek, een enorme consequentie straks ook voor onze economieën en onze eigen positie als Europa en binnen Europa Nederland.